Voor geitenhouder Jos Keizers en varkenshouder Maarten Rooiakkers was het deze week anders boeren. Door de plannen van de provincie Noord-Brabant weten beide heren niet meer waar ze aan toe zijn en is hun toekomst in gevaar. Deze plannen vormen een bedreiging voor ons bedrijf vanwege het feit dat alle stallen emissiearm moeten worden toegepast. Voor mijn bedrijf betekent dat ik in 2022 nog investeringen moet gaan doen waar ik niet op gerekend had. Tot 2028 was geitenhouderij vrijgesteld van de emissiebeperkende eisen. Nu is het feit dat we in 2022 wel aan die eisen moeten voldoen. De gevolgen zijn groot. En of het allemaal haalbaar is, is nog maar zeer de vraag. Keizers zal zijn stallen aan moeten passen. Stallen moeten zelfs een luchtwasser op moeten. Dus, alleen dat is geen erkend systeem voor geitenhouderij. Die moeten nog ontwikkeld worden. En verder vind ik dat er een qua huisvestingssysteem is er geen verschil tussen biologisch landbouw en een gangbare geithouderij. Waarom biologisch wel vrijgesteld is van deze eisen en gangbaar niet. Ja, dan heeft de ZLTO aangegeven ook naar de rechter te stappen. Wat verwacht u daarvan? Ik heb daar goede hoop op. Ik denk dat de rechter emoties langzij zet. Ik denk dat het moeilijk wordt, je bent nog afhankelijk van personen. En als die emotie mee gaat spelen, en je moet ervan uitgaan dat een rechter onafhankelijk is, maar het wordt een moeilijk verhaal. Als het gaat over de investeringen die daarbij horen en de effecten, dat hoop ik in ieder geval dat het recht oordeelt, want dat eigenlijk gewoon een brug te ver is. Voorlopig mogen er in Noord-Brabant ook geen nieuwe geitenstallen worden gebouwd, tot het onderzoek naar de gevolgen voor de volksgezondheid zijn afgerond. Als de basis is dat het voor volksgezondheid is, moet je dat respecteren. Zo niet, dan vormt dat een groot gevaar voor de hele sector. Omdat het vergunningstraject is al moeilijk. In gemeentes is geithouderij sowieso al niet mogelijk door weerstand van burgers. Dan wordt het alleen nog maar erger.